Hallo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. En natuurlijk, ik heb een nieuwe serie. En mijn nieuwe serie die heet... Even wachten hoor. Wacht. Oh ja, die heet... Kill Challenge. Nou, een Kill Challenge houdt... Oh mijn god, ik ben nu weer dood. Een Kill Challenge houdt in... Maak... ja, de challenge die ik nu geef... Is dus... Of ja, die ik nu aan mijn eigen geef is nu... Maak 5 kills... In 5 rondes. Dus dat betekent dus dat ik 5 kills moet maken in 5 rondes. En als ik dat niet haal, moet ik de volgende keer dat weer doen. En als ik het weer haal, dan moet ik nu 10 kills maken. Of ja, 6 kills maken in 5 rondes. En als ik dat haal, moet ik weer 7 kills maken in 5 rondes. Dus dat is een beetje een kill challenge. En dan ga je steeds hoger, totdat je niet meer hoger kan. Tja, totdat je niet meer... Ja, je snapt wat ik bedoel. Totdat je niet meer kills kan maken. Ik heb nu dus geen kills meer gemaakt, dus ik heb geen kills. En ik moet nu eigenlijk 5 kills gaan maken weer in 4 rondes. Want die ronde van net telde ook mee. En hopelijk ga ik het halen. Ik hoop het echt. Laat het even zo snel mogelijk voorbij zijn. Maar ik heb ook expres een server gekozen met veel mensen erin. Want dan kan je het veel sneller halen dan met minder. En hij werd net geflashed. En ik hoop dat jullie mij horen, want gisteren was er een foutje in de video. Want op het eind van de video horen jullie mij niet. Ik weet niet waarom, maar voor mij kwam het omdat ik een paar settings ging veranderen. En waar mijn fraps op ging reageren. Heel raar, maar ik vond het best wel kut, dus ik moest weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Met een video. Of ja, ik moet hier opnieuw gaan beginnen. Ik had hem gewoon geüpload. Maar ik ga gewoon weer beginnen met weer een video. Zo, en ik wil even, nee, alweer, pistolen, en die. Even een dingen erop zetten. AE grenade, is er iemand toevallig? Even kijken. Even snel een flashbang gooien daarheen. Oh kut. Nee. Ik ging mezelf een flesje. Oh mijn god, wat. Was slecht. Zo. Ik heb nu een rookbom gegooid. Kijk, er komt hier met de vlag aan. Don nou eens op, joh. Kijk, hè. Even zuinig ze eraf halen. Kijk, hopelijk komt hij er met aan. En hoe je het makkelijkst kills kan krijgen op dit spel is eigenlijk gewoon headshots maken. Want daar kill je iemand in heel weinig kogels mee. Dus eigenlijk draait het spel eigenlijk om killen en om headshots maken eigenlijk. Dus je moet een headshot maken. Want zo kill je makkelijker. Oh mijn god, ik schrik me kapot. Kijk, zoals hij deed. Voor mij had hij mij een headshot gegeven. Dus je kon zien hoe snel hij mij dood had. Want normaal... dood iemand echt super veel kogels. Alleen nu had hij mij een headshot gegeven, waardoor dat hij mij heel snel dood kon krijgen. Ik weet nu in hoeveel kogels. Maar nu heb ik nog maar 3 rondes om fucking 5 kills te krijgen. Oké, die gaan me niet lukken. Ik weet sowieso dat we er een paar afleveringen over moeten gaan. Of ja, paar. Best wel veel afleveringen over moeten gaan doen. Voordat wij eenmaal die challenge hebben gehaald. En dan als we die hebben gehaald, moeten we weer... 6 kills probeer te krijgen in 5 rondes. En als je dat niet meer kan krijgen, dan ga ik het zo doen dat je zo 10 rondes moet. Dat ik al zo 10 rondes kan hebben voor heel veel kills moet maken. Want anders is het weer onmogelijk. En dat is niet leuk. Dus ja. Maar alleen dan duurt het editen van de video's wel een heel stukje langer. Maar dat boeit mij niet zo heel veel. Want je moet wel wat over hebben voor jouw kanaal. En even een granaat daarheen gooien. Ja, ik gooi een granaat daarheen. Heb ik iemand gedood? Nee, ik heb niemand gedood. Kijk. Flashbang. Flashbang gooien. Kan ik zien dat ik iemand heb geflashed? Ik weet niet hoe ik dat kan zien. Ik lek een klein beetje. Maar ik weet niet waarom, ik denk dat ik hierna maar wat settings ga veranderen. Zodat ik niet meer lek. Want settings zijn ook best wel belangrijk. Kijk, komt er iemand?
Oh mijn god, had ik iemand gedood? Nee, ik heb niemand gedood. Dus ik heb nu nog maar, hoeveel kill, heb ik een kill toevallig? Nee, ik heb nog geen kills. Dus, nog maar 200 en ik denk niet dat ik hem nu nog ga halen. Of ik moet ineens echt zo het potje in kunnen komen dat ik ineens gelijk kan halen, maar... Ik denk niet dat ik het kan halen. Maar het... En als de video nog maar 5 minuten bezig is of zo en ik heb de challenge nog niet gehaald, dan ga ik natuurlijk nog een ronde daarna doen. Zodat het niet te lang duurt. Of ja, zodat het niet te snel gaat. Anders is het ook niet leuk. Dus ja, oké, go, maak hem dood gewoon. En dit ben ik niet, maar ja. Voor het geval dat jullie dat denken. Ik denk dat ik een andere wapen ga kopen. Want deze is voor mij slap. Maar ik vind deze op zich ook best wel chill. Ik weet niet waarom, maar ja. Nul. Ik weet niet waarom dat skin stond. Skon nog wel, what the fuck. Oké, even snel dat ding kopen. Koop. En graveren. Daarvoor wil ik een die hebben. Gewoon omdat het kan. Even kijken hoor. Ik gooi gewoon even weer een granaat daarheen. Ik gooi even snel een granaat naar die kant toe. Hopelijk heb ik een kill. Nee, ik heb geen kill ermee. Als jij bukt, dan aim je eigenlijk soort van vanzelf. En... Oké, kut. Ik ben gestunt. Dat is super irritant, stunt. Kijken, kan ik misschien een headshot regelen? Zo. Nee. Even kijken. Komt er iemand aan? 9 van de 10 keer komt er niemand hier al aan. Geen rookbom gooien, dat vind ik heel irritant. Oké, kut. Oh mijn god, ik ben weer dood. En hij heeft mij een headshot. Nee, hij heeft mij geen headshot. Ik weet niet. Maar ik ben weer dood. Dus nog. Ik heb maar 1 ronde om 5 kills te maken. En ik denk niet dat dat gaat gelukken nog wel. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Want ja. Het is gewoon moeilijk. Zal ik het zo zeggen? Het is echt heel moeilijk om kills te maken op het spel. Ik weet niet hoe jullie het vinden. Maar ik vind het moeilijk. Oh, maar zoals jullie zien. Jullie zagen net een Desert Eagle. Ja, hij heet op dit spel heel anders, maar dit is voor mij een one-shot headshot. Dus als je hiermee een headshot schiet, dan heeft hij altijd one-shot, volgens mij, hè. Volgens mij heeft hij altijd one-shot als je een headshot schiet. En dat is wel nice van dat wapen, daarom kies ik hem ook meestal. En ik moet even dadelijk nog... Ik moet eigenlijk even snel nog 5 kills maken. En dan heb ik misschien de ronde gewonnen, want ik wil heel graag er winnen. Ja, ik wil heel graag 5 kills hebben. Dus nee, dan moet ik houden. Oké, echt een slechte grap, maar ja. Zo. Even een granaat pakken. Oh nee. Heb ik iemand... Ik raakte die man net. Heb ik hem nou geraakt? Oh mijn god, ik heb niemand geraakt. Oké. Dit was het dan weer voor vandaag. Vond je deze video leuk? Geef natuurlijk groen duimpje. En ik heb de challenge natuurlijk niet gehaald. Dus volgende keer weer een gun challenge. En dan doe je natuurlijk nog steeds weer 5 kills. In 5 rondes. Dus tot de volgende keer. En dan zie ik jullie weer. Wacht. Dat was een hele rare auto. Dus tot de volgende keer. Like. Voor meer en abonneer als je op de hoogte wilt blijven. Dus natuurlijk tot de volgende keer en later. Houdoe!